Felix van der Torre. Ik ben wethouder van cultuur in deze leuke gemeente Gorinchem. Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van cultuur in Gorinchem. We hebben 3 schouwburgen, we hebben het kunstcentrum Toon, een uitgebreide bibliotheek. Er zijn veel festivals en evenementen. Bijna iedere week is er wat te doen in Gorinchem. We leven in een hele turbulente tijd. Hè. De rol van de overheid wordt anders. We hebben financiële uitdagingen, om het zo maar eens te zeggen. En daarom is de gemeente Gorinchem bezig om een cultuurvisie te ontwikkelen. Te kijken hoe je in de toekomst alle culturele uitingen een plaats kan geven. En we doen dat heel graag samen met de instellingen en de bewoners. In deze film ziet u daarom de bewoners aan het woord, hoe zij over cultuur denken. Ik beveel het u van harte aan en ik wens u veel kijkplezier verder. Cultuur kan kunst zijn in de vorm van allerlei vormen die van schilderijen tot beeldende kunst. Tot. Uiting ergens van, een soort expressie, het zichtbaar maken of hoorbaar maken van iets wat leeft. Theater, museums. Gezellig muziek, naar het museum gaan, film kijken. Nieuwe doelen? Nou ja, alle omgeving en mensen, noem maar op. Ik werk zelf in de Wereldwinkel, dat is ook wel cultuur, denk ik. Ja, een jazzfestival. Ja, ik doe veel aan cultuur, ja. Met de kinderen ook. Wel, ik wil in september gaan dansen. Nou, ze organiseren wel veel leuke dingen, vind ik. Het was laatst zo'n biologische markt en zo, ze doen wel hun best, zeker. Ja, sommige dingen zijn wel goed, maar sommige dingen ook niet echt. Je hebt heel weinig ruimte om zeg maar, leuke dingen te doen hier. En zou je dan veranderen waardoor het wel leuk wordt? Bijvoorbeeld soort, als in andere landen waar ik vandaan kom, een sporthal maken waar zeg maar, mensen kunnen daar gratis kunnen daar naartoe gaan en even sporten als ze willen. Maar dan moet je elke keer als je wil iets doen, moet je elke keer die zaal huren en zo. En dat is allemaal kost een beetje veel geld. En, die mensen hebben nu al niet zo echt veel geld om dingen te doen en dan gaan ze gewoon achterlaten. Dan zeggen ze ja, ga beter voor andere dingen dat geld investeren als in sport en die dingen. Dat vind ik wel een beetje jammer. Dat beter iets wat gratis is kunnen doen. Cultuur? Oh, daar heb ik geen verstand van hier hoor. Nee. Nee. Ik heb thuis nog een museumstuk zitten. Ja, nee, daar kom ik niet. Oh, ik geloof dat ze eigenlijk meer zouden moeten sporten. Het gaat niet alleen om zien, want dat doen ze al genoeg achter de beeldbuis. En dan worden ze alleen maar steeds vetter door. Maar gewoon actief bezig zijn met elkaar, sociaal, in de vorm van diverse sporten. Wat vind ik over de cultuur in Gorinchem? Ja. Geen flauw idee. Ja. Zou er iets veranderd kunnen worden? Hoop ik. Iets wat u mist? Eigenlijk mis ik helemaal niks hier. Nee, dat vind ik ook zo. Zeker. Oké. Nou, ik zal niet weten wat ik mocht veranderen. Dat is voor de jeugd, hè. Veranderen is voor de jeugd. Wat vindt u van de bezuiniging op de cultuur? Ja, dat is natuurlijk niet zo best. Maar misschien bevordert het de creativiteit toch wel een beetje. Maar nee, het... Ja, niet echt een oordeel over. Ik vind het jammer als er te veel bezuinigd wordt natuurlijk. Maar dat er misschien hier en daar wel ietsje af moet. We moeten allemaal een beetje inleveren. Maar niet te veel. Kunst en cultuur. Dat moet blijven. Daar moeten ze niet te veel op gaan korten. Dat is heel belangrijk. Dat mensen creatief zijn. Ja, dat mag voor mij geld kosten.